Deze highlights worden u aangeboden door Hotels.com. En Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Pedri is hem kwijt. De pressing van Benfica met João Mario onder meer. En hier is Darwin Núñez, die snelle spits uit Uruguay. En die heeft een vlotte passeerbeweging ook. Dat laat hij hier meteen zien. En daar is de goal! Ja, ja, we zijn 2 minuten en 13 seconden bezig. We hadden het net nog over hem. Darwin Núñez uit Uruguay. Hij neemt Barcelona meteen te grazen. Nog één. 3 minuten bezig en wat een start van Benfica. Hij doet het helemaal zelf. Hij gaat helemaal zelf op zoek naar die actie. En dan trapt hij hem binnen in de korte hoek. En dit is zijn allereerste Champions League doelpunt in zijn tweede match op het kampioenenbal. Hier gaat Benfica en daar is Yaremchuk met al de tweede doelpoging voor Benfica. Het was Alex Grimaldo, ex-Barcelona trouwens, bij de jeugd gespeeld van de Catalanen. Geweldige bal van Pedri en hier is de gelijkmaker. Nee, wat een misser. Frenkie geeft hem aan Luc en Luc laat hem liggen, maar hier Pedri nog en dan is er intussen het was al buitenspel, maar wat een... Buitenspel, wat een misser van Luc de Jong. Sergio Roberto brengt hem voor de goal, nieuwe kans voor Barcelona. Pedri met de trap, Pedri, ja daar is Barcelona. Die is niet... Sergio Roberto. Goeie paas, Frenkie legt hem af, Luc de Jong naast. Een schot vanuit de tweede lijn, ja. Van wel heel erg ver van Eric Garcia. Otamendi. Oh, schot van op afstand. En dat was een goede poging van de captain van Benfica. Dat is goed. Van Vertonghen op de bal. Ja, buitenspel van Núñez. Nou, hij mag voorlopig wel doorgaan. Maar dat zal toch niet leiden tot een doelpunt. Hij blijft hangen. Even zwiepen aan de lat. Maar er was dan toch gevlacht. Kijk eens waar Ter Stegen komt. En die is helemaal in niemands land. En daar is Núñez voor de tweede. Nee. En hij trapt hem tegen de buitenkant van de paal. Ja, Marc-André Ter Stegen, we weten dat hij fantastisch kan meevoetballen, maar dit was toch veel te ver uitkomen en een verkeerde inschatting van de doelman. Hier opletten, want daar gaat Núñez en er is volk voor doel. Tweede paal. Tussenkomst van Araujo. Nog een herkansing voor Benfica. João Mario laat hem schieten, laat hem doorlopen. Had die bal moeten controleren. Ja, goede bal van Yaremchuk. João Mario, nee. Nu dan, gaat hij erin. Jawel, Rafa Silva. De uitblinker vandaag voor Benfica. En een explosie van vreugde hier in het stadion. Alle wisselspelers gaan er ook bij. Dit is wellicht de beslissing tussen Benfica en Barcelona. Speeldag 2. En wat een explosie aan geluid, aan vreugde. En dit was Hens. Dit was Hens. Voorzet. En is het een penalty omwille van handspel van Serginho Dest? De penalty komt er. Ja, moet ik. Kijk, daar is hij. 2 seconden. Núñez tegenover Ter Stegen. Núñez, ja, hij trapt hem binnen. Laag in de rechter benedenhoek.
En alweer gaan ze met allen, met 10 veldspelers. Alleen Odysseas blijft staan, vieren met de wisselspelers erbij. Garcia, voor Garcia tweede gele kaart. Of heeft, ja, die heeft al een gele kaart, hè, als ik me niet vergis, Nicola. De kelk moet leeg tot op de bodem. Eric Garcia. Deze highlights werden nu aangeboden door Hotels.com. En Mastercard. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.